Zo, welkom mensen bij weer een nieuwe video. Ik ga vandaag iets super leuks doen en het is super simpel. Ik ga helemaal terug naar basic. Ik zit hier lekker in de polder, lekker rustig. Klein slootje, water stroomt iets. En ik ga vandaag vissen met een vaste stok. Lekker simpel, dobbertje. Je hebt niet veel nodig. Ik heb de auto hier achter staan. Ik heb de hengel heb ik al, de dobber heb ik al uitgepeld. Ik heb geen pijlloodje, want ik doe het eigenlijk nooit. Maar ik heb gewoon mijn dobber gespeeld. Toen die ging liggen heb ik hem toch iets meer naar beneden gedaan, zodat hij goed lag. Ik ga wel wat grondvoer gebruiken. Ik heb gewoon dit keer geen metaltvoer, maar echt het grondvoer zeg maar, die je voor het witvissen gebruikt. Ja, dat is gewoon heel simpel jongens. Het is gewoon een beetje grondvoer in de emmer doen. En wat water pakken en nat maken. Kijken of ik hierbij kan. Zo, ik heb wat water gepakt. Daar ga ik gewoon lekker bij toevoegen. En lekker mengen. Goed mengen dat het water zich het water goed het voer in gaat, dat het goed opgenomen wordt natuurlijk. En als je er balletjes van kan maken, dan kan je een mooi stekje maken. Dus dat ga ik zo doen. Dus dat is klaar. Zo. Maar verder, waar ga ik mee vissen? Ik ga vissen met gewoon met heel simpel met blikmais. En ik heb hier nog een beetje goer die ik kan gebruiken voor op het aas. En ik heb hier nog wat pellets, wat 4 mm pellets die ik er nog bij kan gooien. En dat ga ik vandaag gebruiken en dan gaan we kijken of we wat kunnen vangen. Voren, brazen, misschien karpen, zilt. Alles is welkom. Dus veel plezier met het kijken van deze video. Zo, ga ik nu even een voerstakje maken. Ik heb hier wat grondvoer, net klaar. Ik ga een beetje langs die strook hier zo. Ga ik wat voer neergooien. Ligt, dus het zal een beetje meegenomen worden. Ook hier nog een beetje zo. Nou, en dan gaan we vissen. Aas eraan. En kijken wat we kunnen vangen. Hier gaat hij weer. Ja, die kant op. Ja. 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 Doe maar. Doe maar. Ja. Another roach. He's gone. Jij moet eigenlijk een dikke draak krijgen. Oh, nee, man, dan gaat die kapot. Nou, ik heb nog 2 stokjes bij me, maar dat zou niet erg zijn. Maar ik denk dat de draad er niet gaat overleven. Hengeltje zou het nog wel kunnen, maar ik denk dat de draad... Als je hem in de kant kan houden. Huh? Als je hem in de kant kan houden. Ja, ik kan hem net optikken. Allemaal kleine visjes, man. Waar gooit hij neer dan? Jezus, wat gooit hij erin, hé? Bakstenen. Je hebt gewoon met een ballen erin, hé. Hele zak voeren doorheen, hé. Oh, 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 shit. Dat is wel een grotere, man. Oh, oh, nee. Ja, ja. 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 Zo, net een dikke vis eraan. Een dikke karper. En die verlies ik. Helemaal het topje kapot. Maar ja, was verwacht natuurlijk met een 4 meter stokje. Dus ik ga even een ander stokje pakken. Ik heb er nog 2 bij me. En wel even een nieuw lijntje erop zetten. Nou, dan moet je toch, die karpjes die zou je toch moeten kunnen houden met de hengeltjes, ja, die 4 meter stokjes. Dat zou wel moeten. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet kan. Even kijken waar ik die lijntjes heb gelaten. Ik heb nu echt een mooi slootje gevonden waar een hoop voren in zit. Het boerenslootje. Vaak beet.
Dat is ook gewoon leuk. Dus we gaan kijken of we hier nog wat van die kleine vorentjes kunnen vangen. Proberen. Mooie voren, mooie vis. Het is wel een show aan jullie. Wow. Kijk, heel mooi vorentje. Gaat hij weer lekker terug, gewoon nog eentje vangen. Hoppakee. Oh, eraf. Zo, dit is een behoorlijke vis hoor. Jemig, wat is dit? Is het een grote voren of is het een... Oh, dat is wel een behoorlijk hoor. Moet je kijken joh. Oh, dit is nog wel een klaap. Zo, lekker aan winden. Wauw. Mooi visje hoor. Kijk. Hele mooie vis. Oeh. Nou ja zeg. Het is echt zo lekker vissen, het is zo rustig. Het is midden in de polder, windstil en lekker visjes vangen. Het is echt geweldig. Ik heb het prima naar mijn zin. Nou, nu dan. Ja. Oh. Ja, aha, is weer een behoorlijke hoor. Oh, dat valt wel mee trouwens. Dat valt wel mee. Wel leuk op die vaste stok joh, dat is sport hé. Echt mooi. Gaat hij weer mooi terug. Zo, ik ga er een eind aan breien. Ik heb lekker op voren gevist. En ik heb eigenlijk prima vermaakt voor deze hele simpele visserij. Ik heb niet zo heel veel verteld. Maar ja, ik wil het gewoon even een keer doen. Leuk. Ik hoop dat jullie ook een leuke video vonden. Als je het leuk vond, doe dan even dat duimpje omhoog natuurlijk. En abonneren. Dat kan, druk even op het knopje. En wil je altijd op de hoogte blijven van onze nieuwste video's, dan kan je dat belletje indrukken. Dan krijg je elke keer weer een melding wanneer wij weer een nieuwe video plaatsen. En dan zie ik jullie graag een volgende keer weer terug bij een nieuwe video. Tot dan.